Sinds 2015 is Android Auto beschikbaar in sommige open modellen. En Android Auto is in 2019 vernieuwd. Wat er allemaal vernieuwd is, zie je in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes van Opendieren Liewes en Roden. En op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een leuke video met uitleg over een systeem die je kunt gebruiken in je Opel, zoals deze, of over nieuwe Opel modellen. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je het voor het eerst? Ik zou zeggen, abonneer je via de knop, zodat je op de hoogte blijft van onze video's. Nou, zoals ik al zei, is Android Auto dus vernieuwd. Nou, in Nederland en in België is de officiële app dus via de Play Store niet beschikbaar, maar deze wel te krijgen via de APK Mirror site. Nou, wil je weten hoe het werkt, bekijk de video. Ik zal hem hier bovenin ook nog linken en ook nog in de beschrijving. Met daarin ook de uitleg van hoe je dit op je telefoon zet. Nou, het bedieningssysteem van Android Auto is een stuk verbeterd, een stuk moderner. En dan ga ik je nou laten zien wat er allemaal veranderd is. Nou, hier zien we dus een nieuwe uitstraling van Android Auto. Mooi duidelijk. En ik ga er nu allemaal doorheen lopen welke knop je allemaal kunt bedienen. Nou, linksonder, daar is de witte knop. Daar kom je dus altijd op de homepagina, kom je dan eigenlijk uit. Als we naar rechts gaan kijken, zien we daar nog de knop voor de spraakbediening. En dit is de knop voor meldingen van je telefoon, die je dan heel mooi in een overzichtspagina kunt bekijken. Bovenin zien we dus de Google Maps. Nou, als we daar op klikken, komen we dus op het navigatiesysteem uit. Nou, dit werkt ook allemaal super, is ook allemaal mooi, up-to-date. Daarnaast gaan we dus naar Spotify. Nou, en daarmee kunt dus je favoriete muziek kun je daarmee afluisteren. En wat wij echt heel handig vinden, is dus een knopje die hieronder staat. Daarmee kun je bijvoorbeeld, als je op navigatie aan het navigeren bent, kun je heel makkelijk hier je Spotify al bedienen. Je volgende nummer, je kunt nummer op pauze zetten of het shuffle aanzetten. Dus dat werkt ook echt heel, heel super. Echt een hele grote verbetering. Nou, voor de rest zijn er allemaal nog andere apps. De Tunel Radio, dat is ook nog een mogelijkheid. En daarnaast voor de telefoon. En ook die is erg verbeterd. Je ziet daar je favorieten, je gesprekgeschiedenis, je contacten, een nummer kun je daar invoeren. En dat is echt weer een verbetering ten opzichte van de vorige versie. En onderin zien we hier nog sluiten. Daarmee kun je de app ook sluiten. Instellingen. En dan open je de instelling op je telefoon. Zodat je daar nog wat dingen kunt aanpassen. Natuurlijk moet je dat doen als je stilstaat. En daarnaast zien we nog de Play Music, de Google Play Music en de podcasters. Podcasters hebben ze ook echt verbeterd. Daarmee kun je echt je favoriete shows kun je daarmee ook opslaan. Nieuwe afleveringen kun je daarmee ook luisteren, downloaden. Precies zien wat je allemaal al bekeken hebt en welke nieuwe podcasters er beschikbaar zijn. Nou, je ziet het wel, het is echt een stuk verbeterd dan de vorige keer. Het heeft ook te maken met de donkere uitstraling die het momenteel ook heeft. En daarmee, je hebt echt de icoontjes lichter dan meer op. Kun je heel makkelijk ook bedienen. We zijn er echt te spreken over en vind echt een verbetering ten opzichte van de vorige versie. Nou, het systeem is goed verbeterd en werkt nog fijner in je Opel dan het vorige systeem. Nou, heb je nog vragen in over of wil je graag dit een keer in het echt zien? Kunnen we je helpen? We helpen je natuurlijk ook graag. Ik wil jullie super bedanken voor het kijken van deze video. En volgende week verschijnt er weer een nieuwe video op dit YouTube kanaal. Tot dan!